Welkom op het 46e Sauwelgala van Knusterhoersland. Het is allemaal theater, het motto van dit jaar, mensen. Het is allemaal theater. Zeker in deze ton. Goedenavond, kijk, Knusterhoers! Hey, is everybody sexy? Ja! Nou, kunnen wij elkaar wel een hand geven, hè? Ja! Ja, ik ben niks kwijt. En toch zijn er twee dingen die ik zoek. Hey, ik zoek een vrouw. En ik zoek misschien werk. Ja. Hey, maar, vrouw zal voor mij niet zo moeilijk zijn. Tenminste, dat dacht ik. Ja, lach maar, want dit lichaam is niet gesleuteld, hè? Nee! Maar, als je tegenwoordig die vrouw allemaal hebt, hè? De haarkleur nep, wimpers nep, bossen nep, nagels nep. Nou wel, zeg ik, wil een echte vent! Ja! Ja, hey, onze mama, hè? Onze mama zei tegen mij: Hannes, zal er niet eens gaan lijnen, jongen, vandaag aan de vrouw begint. Ja! Nou, ze zei tegen mij: zal ik voor jou geen stappenteller kopen? Ik zei: nou, mama, ik wou eigenlijk rustig aan beginnen. Ik zei: koop voor mij niet eens maar eens een bewegingssensor. Ja, dat zei ik. Hey, maar laatste date, hè? Maar laatste date, dat weet ik nog heel goed, hè? Ja, dat weet ik nog goed, ja. Hey, dat was een heel lief vrouwke, maar niet knap. Ja, ze was wel knap, lelijk. Ja. Hey, en die heette Truitje. Truitje was niet knap. Nee, ze werkte ook niet voor niks s'avonds in een achteruitstriptent. Ken je een achteruitstriptent? Nee, dan komt een naakt op het podium. En elke keer als je dan een kledingstuk aan doet, krijg je geld toegeworpen. Ja, Truitje was niet de knapste, hè? Ja, zei Truitje tegen mij: Hannes, ik ben wel heel romantisch. Ja, ze zegt, want ik hou alleen maar van films, hè, waar je een zaddoek bij nodig hebt. Ik zeg: nou, dat is toevallig, ik ook. Ja. Ja, zei ze: Hannes, ben jij romantisch dan? Ja, romantisch, hè. Ik zeg: ik romantisch vind een ander meestal onhygiënisch, hè. Dus vader zei tegen mij: en jongens, weer niks geworden zeker? Ik zei: nee, vader. Hij zei: jongen, weet je wat ik kan doen, hè? Hij zei: je moet gewoon lekker alleen blijven. Ik zeg: alleen blijven, hè? Ja, zei hij. Hij zei: want het enige waar ik nog vrolijk van word, hè, is als ik de trouwbaan het achterstevoren afdraai. Ik zeg: de trouwbaan achterstevoren afdraai? Ja, zei hij. Hij zei: want eerst zei hij, trek eens dan de ring van de vinger af. Daarna loop ik de kerk uit. Hij zegt: die baan die eindigt, zegt hij, dat ik samen met mijn vrienden aan de baan zit te zuipen. Tada! 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 Het is roze en er komt geen geluid uit, hè? Ik dacht, we zijn 24 uur verder, nou snappen ze het wel, hè? Hé, de Madame Tussaud bent, hè? Ga je goed, hè? Jongen, hè? Ik denk, weet je wat ik doe? Ik maak de opkomst langer dan mijn afgang, hè? Dus ik heb geschrapt in mijn tekst. Heb ik de opkomst heb ik nou gehad? Dit ga ik schrappen en dat ga ik schrappen. En dat schrap ik. En dit ook. Ja, en dit helemaal eigenlijk. Dit ook. Dit, ja. Dat is over de afgang. De afgang. Ja. Oké. Ja. Sorry, maar ik ben teruggestuurd. Ja. Dat vonden ze niet genoeg voor het geld wat ze voor mij betaald hebben.
Jammer. Maar goed, weet je wat, ik zal me eerst maar even voorstellen. Ik was daar helemaal niet van plan om te doen. Want ik wilde graag anoniem blijven. Maar ja, dan zijn er van die mensen, die zitten in het programmaboekje te bond. Daar ben ik mooi klaar mee. Ja. Dus, bij deze beste mensen, mijn naam is te bond. Dat komt toen ik geboren werd. En ik in ons moeders armen gelegd werd. Toen keek ze me aan, zei ze. En toen zei ze, nou, dit is echt te. En wat ze nou gezegd heeft, dat zal ik me niet herhalen. Maar ja, vanaf die tijd ben ik dus te bond. Ons vader zegt dus dat wij allemaal nullen waren. En toen ben ik eens van kijken, dan ben ik dus eigenlijk of 0013 of 0011. Dan heb ik een broer, dat is onze James, dat was de zevende in het gezin. Dus onze James is 007. Jullie kennen hem. Mag ik ook vertellen dat ik sinds kort in een nieuwe gemeente woon. Ik woon in een nieuwe gemeente en dat is zonder te verhuizen. Zonder te verhuizen, ja. Knap, hè? Ik heb eerst in de gemeente Dussen gewoond. Nou, toen werd het, toen heb ik in gemeente Werkendam gewoond. Gemeente Werkendam. Ja. Wat moet ik daar nou over zeggen eigenlijk, ja. En nou, sinds kort woon ik dus in de gemeente... Jullie weten dat. Er was eens een landgoed Altena. Geloof ik. Altena was een gemeentegebied tussen Maas, Biesbos en Merwede. En in het gebied lagen 20 dorpskernen en 1 stadje. Woudrichem, oftewel Woerkum. De hoofdplaats was Almkerk. Ja. Eén van die dorpjes, het Knustenrooiersdorp, was een Galliersdorp. En dat lag tegen de Bergse Maas. Katholiek en wars van opgelegde wetten, regels, overtuigingen en voorstander van het mooie. Maar ook het Bourgondische leven met lekker eten, kunst en cultuur en aandacht voor de natuur. Ja. Is het nog te volgen? Ja, goed zo. De leider van Altena was Frenzel. Ja, Frenzel was de leider. Dat was een statige man. Keurig netjes in pak. Een beetje scheiding die eigenlijk niet zichtbaar was in zijn haren. En met pretoogjes. Ja, ja. Eigenlijk een beetje zoals u, hè? Ja, ja. Kunnen jullie even gaan staan? Ja, ja. Nou, ja. Ik zei nog zo tegen die lui, kunnen jullie het nummer van Dussen Boers ook spelen? Nee, zei ze, dat kennen onze instrumenten niet tegen. Hey, ellende, Ik vind het vandaag niet zo druk. Nee, dat klopt. Er is vanavond een reunie bij de Dotter. Speciaal voor de oud-bewoners. Goedenavond, Henkse vrienden. Goedenavond. Fijn dat jullie dekken wel vandaag wel heel mooi uitzien. Nou? Houd toch op, joh, idioot. Mafkees die je er ben. Maar Borro heeft van de week ook al een paar keer gebeld om te vragen of ze jouw foto op een pakje sigaretten mogen zetten. Zeg maar wat ik moet doen, ellende. Ik weet bijna alles van Busdurpje. Oké. Zing uit je hoofd. Het Birelli-lied. Je hebt het er net nog gehoord. Zo'n opgave. Dat weet ik. Al is ons hangske klein van stuk.
mag meezingen mensen. Het mag er toch wel wezen. Er is daar uit die vette klaai een voetbalveld verrezen. En daarop speelt een voetbalclub. Hun kleuren zijn geel zwart. En vraag maar ons, hoe heet die club? Ja. Dan zingen wij heel hard. Ja, kom op. Je kan het. Dat is... Ik kan het niet uit mijn strot krijgen. Toen wij voor het altaar stonden in de katholieke kerk van Dussen, toen zei die pastoor nog tegen mij, had ik maar gelusterd, zal ik wel trouwen. Hè? Hoe haal ik in een botte harsjes om met die harsjes te trouwen? Ik zei, naar de dienst zei ik tegen de pastoor, wat krijg jij van mij? Hij zei, nou, ik ben zo'n goede katholiek, zei hij, kijk maar wat je voor over hebt. Ik keek in mijn portemonnee. Ik haal dus ook wat klein geld uit. Ik geef een man €2,35. Die pastoor keek zo in zijn hand. Toen keek hij zo ellende in zijn hand. En toen gaf hij mij weer €1,20 terug. Voor wij gaan wil ik u nog één ding even vertellen. Aandacht graag. Aanstaande zondag, morgen, is de derby, zoals wij verteld hebben, Be Ready, Dussense Boys. Willen jullie zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar Bereddy komen? Of met de fiets? Wat is dat nou weer voor onzin? Ja, er schijnt morgen een record aantal Duitsers naar Kuurpolder te komen. Goedenavond. Goedenavond. Hey. Mijn naam is Koos. Ik ben 53 jaar en ik ben taxichauffeur. Ja, ik ben eigenlijk 51, ik ben namelijk 2 jaar ziek geweest. Begin van de avond heb ik een pratje gemaakt met Prins Pils de Eerste. En ik zei tegen hem, avonden als deze, die vallen bij ons op de zaak onder de categorie triple Z. Zingen, zuipen en zie maar thuis te komen. Maar goed, ik zeg tegen de Gijsbert, ik kan, ik heb een pak, maar waar ligt Hank? Hoe kom ik in Hank? Ja, zegt hij, dat is niet zo moeilijk. Je neemt de A27. Je rijdt over de Keizersveerse brug. Je neemt de eerste beste afslag, zegt hij. En als je dan op straat heel veel lelijk volk ziet, zegt hij, dan ben je verkeerd, want er zit in Dussen. Voordat ik die Audi reed, had ik een heel oude Mercedes. Echt een heel oude Mercedes. Maar die werd vorig jaar, net voor de zomer, werd die gestolen. Dus ik naar het politiebureau. Om aangifte te doen, ik zeg tegen die aap, agent achter de balie, ik zeg, mijn auto is gestolen. Ja, zegt die Koos, als ik jou een hele goede tip mag geven, echt een hele goede tip, dan zou ik, als ik jou was, naar Roemenië op vakantie gaan. Ik zeg, naar Roemenië? Ja, zegt die, jouw auto is er waarschijnlijk al. Ja. Maar ik heb ook een 4x4 heb ik gehad, een 4x4 heb ik ook gehad, maar dat heb ik weer verkocht. Want mijn garage is maar 3x3. Moest vanmiddag ook nog 2 vrouwen ophalen van de fitness. Van zo'n fitnessclub, 2 vrouwen. Een blondje en een Aziatische. Dus ik vraag aan die vrouw, ik zeg, en? Veel calorieën verbrand? Kijk, dat blondje, dat kijkt op de mobiel. Dan zegt ze, ja, wel 600. Ik zeg, 600. Ik zeg, ik heb gisteravond meer dan 1000. Hoe heb je dat gedaan? Ik zeg, de pizza iets te lang in een oven laten staan. Blijkt dat Aziatisch vrouwke, dat Chineesje, dat blijkt een au pair te zijn. Ik denk, hé, dat is handig, hè? Voor oppassen of zo. Dus ik informeer naar haar telefoonnummer. Zegt ze, oh, sex for one night. Ik denk, wow. Zegt dat blondje rustig aan, hè? Dat is gewoon haar telefoonnummer. 0666366419. Kom ik nog een collega tegen. Die moest de mevrouw Joren op gaan halen in het ziekenhuis. Dus die was naar die balie toegelopen. Hij zegt, ik kom mevrouw Joren ophalen. Die mevrouw die zegt, was de geboortedatum? Hij zegt, doe de jongste maar. Maar goed, als ik het Amfia wil uitlopen, komt er net een brancard wordt er binnen gebracht met een Marokkaanse jongen erop. En die wordt er helemaal alleen achtergelaten in die gang. Ik denk, dat is ook zielig. Ik denk, daar loop ik even naartoe. Dus ik loop naar die jongen toe. Nou, die ziet helemaal grauw.
En er komen allemaal slangetjes en infusen uit en zo. Dus ik ga vlak naast hem staan. En net als ik wil vragen van hoe is het met jou, wat is er aan de hand, gaan zijn ogen in één keer helemaal wide open. En dan zegt hij met zijn allerlaatste adem: Kunt ella balladai al alkashim umboep aladik. En je denkt, nou, geen idee wat hij zegt. Maar goed, ik roep een dokter bij. Die een dokter die kijkt en zegt, ja, hij is overleden. Heeft hij nog wat gezegd? Ik zeg, ja, hij klonk als Kunt ella balladai al alkashim umboep aladik. Nou, zit die een dokter, dat weet ik ook niet. Dus komt er net een verpleegsterke voorbij, die Turks eruit ziet. Dus wij zeggen tegen die dingen van, joh, die jongen hier, die zei met zijn laatste naam, Kunt ella balladai al alkashim umboep aladik. Oh, zijn die verpleegster. Weet je wat dat betekent? Je staat op een zuurstofslang lul. Maar mensen, ik moet er weer van deur. Tijd zit erop. Moet nog een echtpaar gaan ophalen bij het weeshuis in Geertruidenberg. Die hebben namelijk aan je ober gevraagd. Ober, wij zijn veganist, eten glutenvrij en zijn lactose tolerant. Wat kunnen we dan het beste bestellen? Nou zit je in ober, wat dacht je van een taxi? Goedenavond. Godverdomme, fris toen ik hier naartoe kwam. Hè? Ik kom hier net naar de Phoenix. Ik kan gerust uitkijken, want als je dadelijk buiten stapt, kan zomaar zijn dat je uitglijdt. Eerlijk waar, want volgens mij vriest het al een beetje. Want ik kom net hier naartoe gelopen en ik kom langs een geldautomaat. En toen ging ik pinnen en zelfs de pinautomaat die gaf al min aan. Dus dus ik kan er best wel eens fris worden vannacht. Hè? Dus ik zal eens even kijken dat je doet. Even kijken hoe dat ding werkt. Zo geloof ik. Ja. Goedenavond mensen. Hey. Ik ben Martin Kramer. Ja. Even kijken. Johan Wintermaas misschien? Nee, ook niet. Alex Wintermaas? Ja. Ja, Alex Wintermaas dus. Ik ben 42 lentes jong. En ja. Ja, 47 is ik eerlijk moet zijn. Hè? Maar ik moet wel zeggen, ik ben zeer gelukkig getrouwd. Echt waar, ik ben heel gelukkig getrouwd met mijn vrouw. Ik hou heel veel van mijn vrouw. Dat meen ik echt. Dat is niet zo handig. Maar goed, ik werk tegenwoordig als ZZP'er. Ik heb eerst een tijdje in de WW gezeten samen met John Ribbers. Hij zat even in de WW en ik kwam in de Kerkstraat tegen John. Ik zeg tegen John, hey, ik zeg, mijn uitkering is omhoog gegaan. John zegt, hey, die van mij ook, zegt hij. Hij zegt, dan zal ze wel tevreden zijn over ons. Hè? Ja, dat denk ik ook. Hè? Ik heb buiten Henk heb ik ook gewerkt bij de Volkswagen. En ja, die moesten inkrimpen. En ik kreeg daar als beloning, als je uit je eigen weg ging, kreeg ik daar een polo. Eerlijk waar, je mocht de kleur uitkiezen. Ik was helemaal trots. En ik dacht, dan kom ik thuis en dan heb ik een geweldig cadeau bij. Hè? Alleen, ik had dat getekend en toen ik thuis kwam, zag ik in het contract dat je kon kiezen uit een polo met korte of met lange mouwen. Ja. Ik heb pas nog in de Bolderik gestaan, hè. Lerarentekort, een heel groot probleem. Die kleine van Scheren, ik zeg, hij is nogal een dapper, hij weet nogal veel. Ik zeg, kan ik hem in 7 woorden 3 leugens vertellen? Hij zegt, eerlijke Marokkaan. Ik zeg, nou, zeg, dat is alleen leugen, hè. Hij zei, met eigen auto. Ik zeg, dat is 2. Zoekt werk. Ik zeg, ja, verdomd. Ja, dat is nog wijzer dan ik dacht, die kleine. Hè? Ik zeg, ik heb gehoord dat jij nogal wijze ouders hebt. Hij zit in een en zegt, van wel. Hij zit in een andere zegt, van niet. Hè? Ik zeg tegen hem, ik wil jou eens wat vragen. Ik zeg, weet jij hoe lang iemand zonder slaap kan? Hij zegt 3 weken, ik zeg, is dat niet een beetje lang?
Nee, dat is niet lang geleden, want ons vader die hun kies nog tegen ons moeder zeggen: we gaan vandaag een kwartiertje eerder naar bed, want het is weer 3 weken geleden. Liep daar nog op school nog een stage lopen, een vrijwilliger, Lucien van Veldhoven. Echt waar, die was vrijwillig, deed alles kosteloos. Ja, kosteloos. Hij moest 4 muntjes van me ready hebben, ik zal het maar eerlijk zeggen. Hij liep daarmee zo'n hele dossier van juffrouw Siska onder zijn arm, de school. Hij komt bij de versnipperaar. Hij zegt: hoe werkt dat ding? Ik zeg: nou, je doet hier alles in, de rest gaat van ergens. Hij zegt: dat is mooi. Dus hij doet heel het dossier zo in die versnipperaar. Dat is gelukt, zegt hij. Hij zegt: waar komen nou die kopieën uit, zegt hij. Kijk eens op.